Goedemiddag allemaal. We druppelen nog steeds aardig wat mensen binnen. Ik wacht daarom nog even een minuutje totdat de meeste mensen binnen zijn gekomen. En een goedemiddag naar de chat inderdaad. Leuk, dank jullie wel. Zo. Okay. Nou, goed te zien dat er zoveel mensen de webinar hebben gevonden. En excuses voor de verandering van omgeving. Maar we verwachten hier een stuk minder technische storingen. En dat is ons veel waard. We gaan lekker beginnen. Ik verwacht dat er nog een paar mensen binnen zullen gaan komen. En dat is natuurlijk helemaal prima. Welkom allemaal bij dit webinar over intergenerationele overdracht. Dit is het derde webinar van het platform Multiproblematiek. En het platform is een samenwerking tussen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisi, Trimbos Instituut en het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid. En net zoals bij de vorige webinars wordt dit webinar opgenomen en ook geplaatst op de website. Jullie camera en microfoon is voor dit webinar uitgeschakeld. En dat maakt dus ook dat je niet terug te zien bent in de opname, maar mogelijk je naam wel. Mocht je vragen hebben in het webinar omdat je iets in de presentatie niet duidelijk vindt, dan kan je deze in de chat stellen. En dan kunnen we die vragen direct voorleggen. Ook verdiepende vragen kan je in de chat stellen. Maar deze zullen we dan meenemen naar het vragenuurtje. En daar heb ik direct een belangrijke mededeling over. Want door omstandigheden zijn we genoodzaakt het vragenuurtje in generationele overdracht te verplaatsen. Dus deze vindt niet meer plaats op 21 september. Ik zal dat aan het einde van het webinar nog een keer herhalen. Dus hij vindt niet meer plaats op 21 september. Ons excuus voor het ongemak. Maar om de agenda's tegemoet te komen, zullen we het vragenuurtje daarom eenmalig dan aanbieden op twee momenten. Dus we kan op twee momenten aansluiten bij het vragenuurtje, waarbij onze spreker Suzanne Schulz ook gaat aansluiten. De twee momenten zijn op 28 september en op 5 oktober, beide van 12 tot 1. En mocht je al hebben ingeschreven, dan hoef je ook niks meer te doen. Je ontvangt dan twee linkjes. Eén naar het vragenuurtje op 28 september en één voor 5 oktober. Je kan dan gewoon kiezen naar welke je, bij welke je aanwezig wilt zijn. Heb je nog niet aangemeld, dan kan dat via de link die ook in de chat zal verschijnen. Of gewoon via de website. En dan kan je je aanmelden voor één van de vragenuurtjes. Dit webinar is geaccrediteerd door Registerplein en SKJ. Punten zullen worden toegekend als je bij zowel het webinar als het vragenuurtje aanwezig bent. Voor de duidelijkheid, bij één vragenuurtje dus aanwezig bent. Dus of 28 september of 5 oktober. We hebben wat strubbelingen en lopen daardoor wat achter met de toekenning van de punten. Maar we zijn er druk mee bezig en we hebben volledig vertrouwen dat het helemaal goed gaat komen. En last but not least, voordat ik het woord ga overdragen. We stellen deze geaccrediteerde webinars vrij beschikbaar. En de vorige keer zijn de evaluatievragen door veel deelnemers ingevuld. Waarvoor dank. We willen jullie vragen om dat ook voor deze keer weer te doen. Want dat helpt ons echt om ook aan te kunnen geven waarom het belangrijk is om deze webinars te blijven geven. Daarmee draag ik heel graag het woord over aan Isabel. Isabel, aan jou. Ja, super. Dankjewel, Christel. Dankjewel dat jullie allemaal vandaag gekomen zijn. Hopelijk hebben jullie lekker een beetje lunch erbij gepakt. Een kop thee kunnen jullie vooral achteroverleunen. En in de vragenuren zijn we natuurlijk bereid om al jullie vragen en opmerkingen te horen. En natuurlijk in de evaluatie. Maar voor nu is het even lekker achteroverleunen en je laten informeren en misschien ook wel inspireren.
Ik zal eerst een wat algemene inleiding geven. Mijn naam is Isabel Gosselt. Ik werk bij het expertisecentrum Mentale Gezondheid van het Trimbos Instituut. En samen met Susanne Schulz gaan wij dit uur invulling geven. Dus ik begin wat met meer algemene inleiding. En daarna neemt Susanne het over. Kijk, daar is ze. Die gaat wat meer verdieping geven aan het onderwerp. Waarna we samen eigenlijk verder weer gaan afsluiten. Ik laat zo een filmpje zien. Dit is Judith. Zij is moeder van 4 kinderen. En op haar 20ste, toen ze haar eerste kindje had, kwam ze voor het eerst in aanraking met cocaïne. Vanaf dat moment ging het eigenlijk snel fout. Jeugdzorg kwam in beeld bij haar tweede man vanwege huiselijk geweld. Maar later werd ook haar verslavingsproblematiek kwam in beeld. Ik ga het filmpje starten en je hoort nu haar oudste zoon. Als je kijkt naar de situatie, ja, daar horen geen kinderen in op te groeien. Je hebt jeugdzorg en ja, ik begreep eerst niet echt wat het eigenlijk nou inhield, weet je. Want ik was ook nog een jaar of 9, denk ik, voordat ze echt kwamen. En met de tijd merk je een beetje van, oké, nou, ze komen langs om te kijken hoe het gaat. En kijken of ze ergens kunnen helpen. En meestal maken ze een plan van wat ze willen of waar het naartoe moet. Dan uiteindelijk zijn ze hier 2 uur 's middags gekomen. En hebben ze gezegd van, ja, we hebben 2 opties. Of we gaan naar de kinderrechter. Of je geeft de kinderen vrijwillig mee en je gaat nu zo snel mogelijk naar de kliniek. Toen zei ik meteen, nou, dat ga ik doen. Ja. En toen heb ik me ook overgegeven. Dat is eigenlijk ook een moment dat ik gewoon ook eerlijk ben geweest van, ja, het gaat ook helemaal niet meer. Uiteindelijk, de dag waar ik ergens het meest bang voor was, is eigenlijk de mooiste dag geworden. Want ze dacht dat ik in herstel kon, ja. Ik snapte er helemaal niks van, want ik was 3. Toen ben ik bij een heel lief pleeggezin gaan wonen. Met ook meerdere pleegkinderen, maar ook kinderen. Maar ja, ik was ook nog jong, dus ik besefte nog niet echt dat ik daar zat zonder mijn moeder, zonder mijn broers en zonder mijn zusje. En ik dacht, ja, ik kon het niet echt beseffen, een beetje. De band tussen mij en mijn JGB'er, Ashwin. Ik zie het zo, Ashwin heeft het mij ook wel eens uitgelegd. Die heeft wel eens gezegd van, Judith, je moet het gewoon zo zien. Jij bent nog steeds de bestuurder, hè, van de auto, maar ik zit ernaast. En als ik denk van, hey Judith, je gaat linksaf, maar dat moet je niet doen, dan trek ik aan de handrem. Dus wat zou ik zo'n moeder gunnen die in actief gebruik is? Het is een ervaringsdeskundige die bij haar langskomt. Die kan uitleggen van, hey, ik heb ook een uithuisplaatsing gehad, maar ik heb dit en dat gedaan. En dat werkte voor mij. En daardoor krijgt zo'n moeder een beetje hoop. Wat meer vertrouwen, wordt minder angstig en minder boos. En dan heb je meer kans op een goede samenwerking met een JGB'er. Yes. En dan vertellen eigenlijk haar dochters daarna nog hoe trots ze op hun moeder zijn. Dat ze nog steeds clean is, dat ze naar de kliniek is geweest. Dat ze naar alle meetings gaat en ook nog elke dag haar stappenplan volgt. Ja, het is belangrijk om ook, hè, vanuit hun gezin even zo een stem te laten horen. Ja, goed, de begrippen. Voor sommige van jullie aanwezigen zal dit echt gesneden koek zijn. Maar omdat we met zoveel verschillende mensen aanwezig zijn, met verschillende achtergronden, sta ik toch graag even stil bij wat wij onder de begrippen verstaan. Ja, dus multiproblematiek, dus als er bij 1 of meerdere gezinsleden op verschillende leefgebieden zich problemen voordoen. Dus dat kan in een woonsituatie zijn, op school, of met financiën. En de intergenerationele overdracht. Nou, dat gaat over het overdragen van eigenschappen, kwaliteiten of problemen van de ene op de andere generatie. Dit kunnen zowel een positieve als negatieve uitwerking hebben. En vandaag staan we natuurlijk stil bij de negatieve uitwerking daarvan. En ook hoe we die overdracht eigenlijk kunnen stoppen. Nou, wat voor problematiek moet je dan aan denken? Dat kan bijvoorbeeld zijn psychische en verslavingsproblemen, crimineel gedrag, maar ook huiselijk geweld,
armoede, schuldenproblematiek, werkloosheid, kansen, ongelijkheid. Dus, hè, dus iemands positie eigenlijk in de maatschappij. Sociaal-economische status, wat wordt bepaald door opleiding, positie in de arbeidsmarkt. En de eerste 1000 dagen van een kind. Dus het kan zijn dat een ouder misschien niet de aandacht of de liefde kan geven vanaf het moment, eigenlijk al vanaf bevruchting. Hè, een bepaalde levensstijl aanhoudt, ongezonde voeding. En eigenlijk in al deze situaties, bijvoorbeeld bij armoede, moet je niet per se denken aan het tekort aan geld. Maar vooral de stress ook die erbij komt kijken bij de ouder. Maar ook, hè, wat wordt overgedragen in de hele gezinssituatie. De stress dat je moet leven om elke dag weer te moeten overleven met het idee dat je misschien niet rond kan komen. In het geval van armoede is dat dan. Waarom is dat belangrijk? De storm op zee, want dat is eigenlijk de problemen die ik hiervoor wilde schetsen. Dat je eigenlijk continu je hoofd boven water moet houden. Van de kinderen die bijvoorbeeld opgroeien met een ouder met psychische problemen en verslavingsproblemen, weten we dat zij op latere leeftijd ook een grotere kans hebben om deze te ontwikkelen. 1 op de 3 jongeren rapporteerde in 2020 zelf dat ze crimineel gedrag hadden laten zien in het afgelopen jaar. Van kinderen van ouders die crimineel gedrag vertonen, weten we dat zij ook een hogere kans hebben om de criminaliteit in te gaan. En de intergenerationele overdracht op het gebied van crimineel gedrag, die is het sterkste voor de ernstige en gewelddadige vormen van criminaliteit. En bij lichtere vergrijpen geldt dit minder. Opgroeien in armoede is een voorspeller van kan een verhoogd risico opleveren voor psychische problemen. Bij huiselijk geweld in een gezinssituatie van ouders die zelf mishandeld zijn, gaat bijvoorbeeld 30% van die ouders stelt hun kinderen ook weer bloot aan mishandeling. En als je het hebt over vroeg geboorte of geboortegewicht, dan kan dat te maken hebben met de situatie waarin het kindje in de buik of later bijvoorbeeld is blootgesteld aan bepaalde mate van stress, bepaalde levensstijl. En ook die kinderen kunnen op latere leeftijd weer een hogere kans hebben om psychische of fysieke problemen te ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld ook invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. En eigenlijk bij al deze situaties kan dit ook een effect hebben op de ouder- en kindrelatie. We weten bijvoorbeeld dat belemmerende factoren voor een veilige ouder- en kindrelatie, dat kan zijn dat ouders psychische problemen hebben, negatieve jeugdervaringen hebben, het hebben van een lichtverstandelijke beperking, veel stress of een lage sociale economische status ook. En hè, als gevolg daarvan kan dan dus zo'n gedesorganiseerde hechting tussen ouder en kind kan dan zorgen dat een kind op latere leeftijd ook weer psychische en gedragsproblemen ontwikkelen. Dus dat is een beetje de cirkel die er dan ontstaat. Dus waarom is zo'n gezamenlijke aanpak nou zo belangrijk bij multiproblematiek? Kijk, aan de ene kant, hè, het verbetert dan de huidige situatie van het gezin. Maar het gaat juist om ook het doorbreken van die cirkel waarin de problematiek zich eigenlijk aanbiedt. En hiermee wil ik illustreren dat je vanaf allerlei verschillende invalshoeken, verschillende professionals, verschillende leefdomeinen aan die cirkel eigenlijk ondersteuning moet gaan bieden. En eigenlijk de cirkel proberen weg te poetsen. En als we dat bepaalde verschillende intensiteit en de verschillende kanten van de cirkel dat zo goed mogelijk proberen te doen. Dan hoop je dat je die cirkel kan gaan doorbreken. Maar hoe we dat kunnen gaan doen, moeten we eigenlijk eerst weten wat is er gaande bij deze gezinnen. En daar gaat Suzanne Schulz, de medisch spreker, wat jullie over vertellen. Ik ga je nog een kleine introductie geven, Suzanne. Je bent onlangs gepromoveerd, je hebt een mooi proefschrift geschreven. Dat ging over de intergenerationele overdracht van psychische klachten en de relatiekwaliteit in de adolescentie en jongvolwassenheid. Je bent nu universitair docent aan de UvA. En jij gaat ons meer verdieping geven aan dit onderwerp. Dus
ga je gang. Ja, heel erg bedankt Isabel. Ja, voor de inleiding. En ja, heel erg bedankt dat ik hier mag zijn. Want ja, ik vind het heel belangrijk natuurlijk altijd over dit onderwerp te hebben. En zoals Isabel al zei, ik ben Suzanne. Ik ben net UD bij de Universiteit van Amsterdam. Maar ik kom zelf ook vanuit de praktijk. Dus ik heb heel lang op school gewerkt, bij opvang gewerkt. Ja, toen ik dan eigenlijk weer onderzoek wilde doen. Dus ik hoop ik kan je een beetje meenemen in wat we eigenlijk doen en ook vanuit onderzoek. Zodat we dan ook nog verder in kunnen gaan over wat we eigenlijk kunnen doen om deze patronen te doorbreken. En ook wat we een beetje al in Nederland doen. Dus in mijn verhaal ga ik het vooral hebben over die pubertijd, dus over de jeugdtijd. Want daar gaat ook de meeste van mijn onderzoek over. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de vroegere kindertijd. Dus de verklarende factoren bijvoorbeeld over die ik het heb. Of ook welke gezinnen vooral getroffen zijn. Dat is eigenlijk belangrijk voor alle leeftijden. Maar vooral in de jeugdtijd weten we natuurlijk dat jongeren te maken hebben met nieuwe uitdagingen. Dus zijn nieuwe emoties, sterkere emoties die bijkomen, met die ze moeten omgaan. En natuurlijk ook nieuwe taken die bijkomen. Ze moeten bijvoorbeeld goede relaties vormen met andere mensen, met vrienden, met romantische partners later dan ook. Maar ook de relaties die ze al hebben met ouders bijvoorbeeld, die veranderen ook in deze tijd. En er zijn natuurlijk ook nog een aantal, we weten vanuit de hersenen ontwikkeling dat er heel veel gebeurt. Maar ook nog andere biologische dingen die gebeuren natuurlijk. Ze worden pubers. En dat kan tot een aantal problemen leiden. En we weten dat vooral psychische klachten in de jeugdtijd heel vaak voorkomen. Bijvoorbeeld internaliserend en externaliserend gedrag. We weten bijvoorbeeld dat depressieve of angststoornissen in de jeugdtijd ontwikkelen en daar ook het meest belangrijk eigenlijk zijn. Maar ook delinquent gedrag bijvoorbeeld of agressie. Dat zijn problemen die jongeren kunnen hebben in deze tijd. En omdat ze ook meer te maken hebben met experimenteren met verschillende gedrag, met seksueel gedrag bijvoorbeeld, of ook met risicogedrag, lopen ze ook weer risico. Of verslavingsproblemen. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar dat is wel belangrijk om te weten dat ze, dat ze eigenlijk zeg maar ook een verhoogd risico in deze tijd hebben. En dan ook weer om op negatieve relaties te hebben. Dus dat ze eigenlijk niet dan in staat zijn om deze belangrijke positieve relaties voor hun jongvolwassenheid bijvoorbeeld ook te vormen. Dus we hebben al een beetje over de cijfers gehoord. Dat zijn de huidige cijfers die we in Nederland hebben. En daar zien we al een beetje de problematiek. Dat eigenlijk al tweede jongeren emotionele of gedragsproblemen laat zien of zelf rapporteert. Dat zijn dan weer vooral meisjes die hier problemen mee hebben. Dat 1 op de 3 zelf zegt dat ze in het afgelopen jaar delinquent zijn geweest. Maar ook dat vooral jongeren en jongvolwassenen minder gelukkig zijn dan in de kindertijd. Ze ervaren heel veel meer stress. En dat is echt iets wat we met elke jaar meer zien. En dat 2 op de 3 zich ook eenzaam voelen. Dus je ziet dat eigenlijk er heel veel problemen zijn en heel veel dingen die deze jongeren te maken hebben in Nederland. En natuurlijk weten we ook dat die ouders hier een heel belangrijke rol kunnen spelen in het ontwikkelen, maar ook in het versterken van de problematiek van psychische klachten. En dat Isabel al heel leuk vertelt, dank je hier nog voor. Dat we zien vooral bij kinderen van ouders die psychische klachten hebben, dus die of depressieve of angstige symptomen laten zien, of die zelf delinquent zijn of heel agressief,
ja, dat die kinderen kans lopen dat deze problematiek wordt overgedragen van ouders naar hun kinderen. En we zien dat 1 op de 6 kinderen echt met een ouder opgroeit met psychische problemen en of met verslaving. Dus dat nog even, dat zijn heel veel kinderen die eigenlijk daarmee te maken hebben. En deze kinderen lopen ook 2 tot 4 keer meer kans om zelf psychische problemen of zelf verslavingsproblemen te krijgen. En we weten ook dat ja, de meeste van die kinderen die met een ouder opgroeien, die zelf een depressie of een angststoornis hebben, die zelf op de 35e leeftijd zelf ook een stoornis hebben of hebben gehad. En dat gaat dan niet alleen maar om hetzelfde. Dus het kan ook bijvoorbeeld als je opgroeit met een ouder die depressief is, dat je niet alleen maar depressieve klachten laat zien, maar dat je ook externaliserende gedrag kan laten zien. En dat deze kinderen ook een verhoogd risico lopen om bijvoorbeeld met verwaarlozing te maken te hebben of met seksueel en fysiek misbruik. Dus niet alleen binnen het gezin, maar ook buiten het gezin. En als we het over intergenerationele overdracht hebben, dan denken we natuurlijk altijd aan ouders die op dit moment psychische klachten laten zien. Of bijvoorbeeld met een trauma te maken hebben. Maar het is ook belangrijk om de onderscheid te maken dat het niet maar alleen maar om ouders gaat die op dit moment of in de huidige situatie klachten hebben, maar ook die bijvoorbeeld in hun kindertijd of puberteit met een stoornis te maken hadden. Dus dat kan bijvoorbeeld dat ze zelf in hun kindertijd een trauma hebben gehad, dat ze dan weer kunnen overdragen. Dat kan weer worden overgedragen. En dat is zo belangrijk om ook altijd in de hoofd te houden, eigenlijk, omdat het is mogelijk dat deze ouders op dit moment geen klachten hebben. En dat je dan denkt, oh ja, misschien hebben die jongeren dus geen verhoogd risico. Maar er is wel iets gebeurd in de kindertijd van deze ouders dat nog wel kan invloed hebben op de jongeren, ook als de ouders al volwassen zijn. En als we naar onderzoek kijken, dan zien we ook... Susanne, sorry, ik kom eventjes tussenbij. Er komen wat vragen ter verduidelijking van een vorige sheet die jij inderdaad net hebt gepresenteerd. En dat gaat inderdaad over dat je noemde over 1 op de 2 jongeren. En daar is wat onduidelijkheid over. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Over inderdaad die 50% of 1 op de 2 jongeren die bepaalde klachten heeft. Waar doe je bij deze? Ja, vanaf hier kwamen de vragen inderdaad binnen. Ja. Er werd daar inderdaad gevraagd, wat wordt er bedoeld dus inderdaad met elke tweede? Dus, of dat inderdaad te maken heeft dan of 50% van de jongeren dan deze klachten heeft. Ja, dus heel goeie. Dus het gaat hier, bij elke tweede gaat het wel om 1 op de 2... jongeren die zelf van zichzelf zeggen dat ze ooit of op dit moment met emotionele of gedragsproblemen te maken hebben. Dus dat is zelf gerapporteerd van de jongeren. Dus wat ze daarmee bedoelen is natuurlijk altijd, dat is niet hetzelfde als een diagnose bijvoorbeeld. Dus dat bedoelt niet dat ze op dit moment een stoornis hebben, maar dat ze wel het gevoel hebben dat het niet zo goed gaat met hun. Dus dat misschien... Yes, ik denk dat je nu volledig antwoord hebt gegeven. Oké, dankjewel. En anders kunnen we dan ook nog bij de vragenuurtje natuurlijk meer over hebben. Maar dat zijn ook cijfers die je bijvoorbeeld ook bij de NJI kan vinden. Ik heb er natuurlijk nu nog niet zoveel tijd om op alles in te gaan. Maar op de website van de NJI vind je daar ook nog heel veel meer informatie over die onderzoek die daar is nagedaan. Yes, dankjewel. Ja, graag. En blijf maar... Ik zie de chat niet, dus als er vragen zijn, dan kom maar binnen en laat me weten. ik zei het net. Als we naar onderzoek kijken, zien we wel dat er heel veel onderzoek is over of als ouders zelf een verslaving hebben of ze wel
te maken hebben met psychische klachten. Dat deze kinderen van deze ouders dan ook meer te maken hebben met psychische klachten. Maar als we naar de effectgrootte kijken, dan zien we eigenlijk dat, dat ze best wel klein zijn. En dat is natuurlijk goed voor ons te weten, want dat bedoelt natuurlijk ook dat overdracht niet in elk gezin gebeurt. Maar het bedoelt ook dat we eigenlijk ook nog niet heel veel weten voor wie dit nu belangrijk is. Dus wat we weten uit onderzoek is, er zijn gezinnen voor die het, waar we die overdracht wel goed kunnen zien. Maar er zijn ook gezinnen die het best wel goed doen als een ouder bijvoorbeeld psychische klachten heeft. Dus wat we eigenlijk vanuit het onderzoek nog niet heel goed weten, is bijvoorbeeld of we het eigenlijk te maken hebben met gelijkenissen of met overdracht. Dus zijn het eigenlijk, is het zo dat over de tijd heen dat ouders en kinderen meer op elkaar lijken? Dus is het misschien ook dat daar andere factoren nog een rol spelen? Denk bijvoorbeeld dat ze in een heel slechte buurt opgroeien. Dus daardoor ervaren ze natuurlijk ook stress in het gezin. En dat kan invloed hebben op internaliserend en externaliserend gedrag bij ouders en kinderen. Maar dat is dan eigenlijk geen overdracht. Of wordt het echt overgedragen? Dus is het echt dat als ouder deze problematiek heeft, dat iets binnen het gezin gebeurt, dat de jongeren dan ook verhoogd risico lopen. Verder, als we traditioneel kijken, dan is het natuurlijk ook altijd dat we over intergenerationele overdracht denken van ouders op kinderen. Maar we weten natuurlijk ook dat kinderen ook invloed hebben op hun ouders. Dus misschien moeten we ook over wederzijdse verbanden nadenken. En dan als we natuurlijk ook willen hebben over hoe kunnen we deze patronen nu doorbreken en wat kunnen we bij interventies doen, moeten we ook kijken hoe intergenerationele overdracht kan worden verklaard en welke gezinnen vooral verhoogd risico lopen. En daar wil ik het nu een beetje hebben met jullie. Dus ik wil een beetje vertellen vanuit het onderzoek wat we weten over hoe psychische klachten worden overgedragen tussen ouders en kinderen en voor wie dat vooral belangrijk zal zijn. Dus als we naar de literatuur kijken, er is al heel veel bekend. Maar als we daarnaar kijken, dan zien we vooral dat wat we tot nu toe hebben gedaan, is dat we altijd kijken naar een groep van ouders, dus verschillende ouders, een groep van ouders. Hoe deze groep van ouders eigenlijk voorspeller is voor een groep van jongeren. Dus we kijken niet eigenlijk binnen het gezin, maar we kijken, als we naar een groep van ouders kijken, hebben die dezelfde problematiek als een hele groep van jongeren. Dus dat gaat dan van generatie tot generatie. En dat is heel belangrijk, omdat we daarmee ook weten wie eigenlijk risico loopt. Maar we weten niet of er dan echt overdracht binnen het gezin plaatsvindt. Dus echt van ouder op kind binnen één gezin. En daar hebben wij meer onderzoek over naar gedaan. Dus we hebben met een Nederlandse studie gewerkt. Met een studie van over 500 jongeren en hun ouders. En we hebben gekeken over 6 jaar tijdens de adolescentie of ouders met psychische klachten deze klachten ook kunnen overdragen aan hun kinderen. En of kinderen zelf dan ook weer hun klachten dan weer ook weer invloed hebben op klachten van ouders. En wat we zien binnen het gezin, dus niet als we alleen maar naar gelijkenissen kijken, maar echt naar overdracht, dan zien we eigenlijk heel interessant dat de ouders zelf niet echt voorspellers zijn voor klachten van jongeren. Maar dat jongeren en vooral het internaliserende klachten van jongeren voorspellers zijn van internaliserende klachten van ouders.
En hier vooral van moeders, want bij vaders zien we dit niet. Dus dat is heel interessant. Dus eigenlijk tijdens de adolescentie zien we heel veel kindeffecten. Minder effecten van klachten van ouders op kinderen. En voor externaliserend gedrag, bijvoorbeeld, zien we helemaal geen verbanden binnen het gezin. Alleen maar gelijkenissen. Dus we zien wel dat ouders die meer externaliserende problemen hebben, dat die dan ook kinderen hebben met meer externaliserende problemen. In het algemeen. En ja, en waarom is dat eigenlijk zo? Dus wat gebeurt er eigenlijk binnen het gezin als een ouder psychische klachten heeft? En daar wil ik het vanuit de theorie een beetje met jou hebben. Bijvoorbeeld wat we weten is dat als ouders internaliserende of externaliserende problemen laten zien, kan dat invloed hebben op hun kinderen zelf. Bijvoorbeeld. We zien, en dat weten we natuurlijk ook, dat genen bijvoorbeeld een heel grote rol kunnen spelen. Vooral bij depressieve en bij angststoornissen. Maar we weten ook dat ouders met psychische klachten, dat het tot problemen kan leiden in de emotionele ontwikkeling van kinderen. Deze kinderen ervaren bijvoorbeeld hun ouderlijke omgeving als heel onzeker. Daardoor worden ze dan ook zelf onzeker in hun eigen emoties. Ze weten niet goed hoe ze hun emoties kunnen reguleren. Ze krijgen ook niet eigenlijk de emotionele socialisatie die ze nodig hebben. En ze ervaren ook heel veel stress binnen het gezin, maar ook biologische stress. Dus we zien dan ook bijvoorbeeld dat ouders die psychische klachten hebben, dat de kinderen van deze ouders ook een veranderde stresssystemen hebben. Dus dat ze bijvoorbeeld sterker reageren op stress die ze ervaren in het dagelijkse leven. En dat ze ook minder in staat zijn om met deze stress goed om te gaan. En dat kan natuurlijk wel leiden tot psychische klachten bij jongeren. Want we weten bijvoorbeeld emotieregulatie zijn heel belangrijk. Zelfregulatie bijvoorbeeld ook. Impulsiviteit, dat zijn alles dingen die voorspellers zijn natuurlijk van psychische klachten. Maar psychische klachten van ouders hebben ook een invloed op hun eigen gedrag en de emoties. Dus de emotionele omgeving die ouders kunnen bieden. Ze zijn dan meestal minder beschikbaar. Ze zijn minder in staat om hun kinderen emotioneel te steunen, dus dat wat kinderen eigenlijk nodig hebben. En we zien ook dat ze minder positief en meer negatief in interacties met hun kinderen zijn. Wat dan weer kan leiden natuurlijk tot problemen met hechting bijvoorbeeld, maar ook in het algemeen de psychische klachten. Dus dat is dan eigenlijk die opvoeding die hier belangrijk is. En deze factoren op het niveau van het kind en het niveau van de ouder, die laten natuurlijk ook weer wederzijdse verbanden zien, want die staan natuurlijk ook niet los van elkaar. Dus het is alles eigenlijk een heel ingewikkeld systeem hoe deze psychische klachten dan weer kunnen worden overgedragen. En wat voor ons, of vooral voor mij en mijn onderzoek vooral belangrijk is, is om te kijken naar eigenlijk de emotionele omgeving die ouders bieden. Dus de stemming en gevoelens zelf van een ouder. En ook de interacties en opvoeding op de andere kant. Dus dat is een beetje waar ik denk, waar we echt moeten naar kijken. Want we weten, dat zijn ook dingen waar we in interventies en in de praktijk kunnen aanpak doen. En als we het over hebben over stemming en gevoelens bijvoorbeeld van de ouder, dan weten we zelf, ik heb het al net een beetje verteld, dat vooral ouders die de hele dag bijvoorbeeld heel veel negatieve emoties laten zien, minder positieve emoties, maar ook die minder in staat zijn echt om hun emoties te veranderen of die te veel extreme emoties laten zien, dat die dan wel hebben te maken met gebrek aan emotieregulatie. En dus dan ook weer negatieve emotionele
omgeving bieden voor hun kinderen. Dat, ja, dat ze eigenlijk heel onzeker voelen, dat ze niet goed weten hoe ze op een bepaalde moment moeten reageren of hoe ze emotioneel op een situatie moeten reageren. Dus stel bijvoorbeeld, je ervaart een negatieve situatie, iets gebeurt, maar je moet natuurlijk ook leren welke emoties je moet laten zien op een bepaald moment. Dat het oké is ook soms negatieve emoties te hebben, maar dat het ook belangrijk is dat je dan weer positieve emoties kan voelen als je bijvoorbeeld een goede interactie hebt gehad met je vriend. En op de andere kant heb je natuurlijk die interacties met je ouders die ook heel belangrijk zijn, want we weten natuurlijk dat we elkaar ook met onze emoties beïnvloeden in een interactie. En dat is natuurlijk dan ook weer in het breed de opvoeding die ouders bieden. Dus ouders met psychische klachten, ik zei het net, zijn minder beschikbaar voor hun kinderen. Maar ze zijn ook minder in staat om echt op die behoeften van hun kinderen goed te reageren. Om ook wel te zien wat de kinderen eigenlijk nodig hebben op dit moment. En ze zijn ook meer negatief en minder positief in interacties met hun kinderen. En nu wil ik je een beetje vertellen over onderzoek die we hebben gedaan hier in Nederland. Dus wat we eigenlijk weten is nog niet superveel over deze ontwerpen, want dat is ook nog een beetje nieuw. Maar wat we wel zien in onderzoek is dat natuurlijk als ouders, vooral moeders, in hun dagelijkse leven meer positieve of minder positieve emoties laten zien en meer negatieve emoties, dat dit een goede voorspeller is voor meer internaliserende, meer externaliserende gedrag van hun kinderen in de adolescentie, maar ook in de jongvolwassenheid. En we zien ook heel interessant dat ook dat gelijk blijven van emoties van één dag tot de andere. Dus dat is eigenlijk dat moeders bijvoorbeeld minder in staat zijn hun emoties flexibel aan te passen. Dus stel dat ze negatieve emoties ervaren, dat ze als er iets positiefs gebeurt, dat ze niet in staat zijn weer te wisselen naar heel positieve emoties, maar dat ze eigenlijk bij deze negatieve emoties blijven hangen. Dus dat is wat we bijvoorbeeld heel veel bij depressieve ouders zien. En dit heeft ook een negatieve invloed op psychische klachten van kinderen. Wat we niet zien is dat bijvoorbeeld ouders die heel veel fluctueren in hun emoties, die zeg maar met hun emoties all over the place zijn, dus heel veel extreme, van één extreem naar de andere extreem, laten zien dat niet zo'n grote effect lijkt te hebben. En als we verder naar interacties kijken, dan zijn er al studies, of heel veel studies eigenlijk, die verbanden laten zien tussen psychische klachten van ouders en positieve en negatieve interacties met hun kinderen. En dan ook weer interactiegedrag en psychische klachten bij jongeren. Maar we weten eigenlijk nog niet goed of dat echt over de tijd heen zo is. Of er ook wederzijdse verbanden kunnen zijn. Dus wat wij hebben gekeken in weer een studie met Nederlandse jongeren en hun ouders, of er echt van één jaar tot het volgende jaar veranderingen kunnen zien in interacties en psychische klachten van ouders en kinderen. En wat we wel kunnen zien is dat ouders die bijvoorbeeld depressie of angststoornissen hebben of meer klachten hierover, dat die minder positieve interacties en meer negatieve interacties met hun kinderen laten zien. Dus dat is ook wat verwacht werd. Maar we zien dat alleen maar de negatieve interacties dan ook weer invloed hebben op de psychische klachten van adolescenten.
Dus eigenlijk zo'n beetje, ja, de rol van de negatieve interactie lijkt heel groot te zijn. Maar we zien ook dat de jongeren zelf ook weer invloed hebben op de ouders. Bijvoorbeeld, ja, als jongeren meer te maken hebben met depressief of angstige symptomen, dan hebben ze ook weer minder positieve interacties met hun ouders. En als ze, ja, in het algemeen meer negatieve interacties zijn tussen ouders en jongeren, dan heeft dat ook weer invloed op de depressieve en angstige klachten van ouders. Dus we zien wel dat er wederzijdse verbanden zijn. Dus binnen het gezin is het dus heel belangrijk om naar deze interacties te kijken. En ook ja, eigenlijk te kijken dat die interacties tussen ouders en hun kinderen, ja, verbeterd kunnen worden. Want we zien ook in onderzoek, en dat zie je echt, ja, over heel, in heel veel landen en niet alleen maar in Nederland, maar echt overal, dat die relatiekwaliteit en die interacties met ouders zijn ook heel goede voorspellers voor latere relaties met vrienden en intieme partners. Dus als kinderen positieve relaties hebben met hun ouders, dan hebben ze later ook meer positieve relaties met vrienden, met intieme partners en ook met andere ja, belangrijke personen. En nu wil ik het nog kort hebben over ja, voor wie dit nu eigenlijk belangrijk is. Want ik zei het al, we weten dat ja, interacties en de opvoeding verklarende factoren voor intergenerationele overdracht kunnen zijn. Maar we zien natuurlijk ook met die kleine effecten die we vinden, dat het blijkbaar niet voor iedereen belangrijk lijkt te zijn. Dus we zien ja, meerdere factoren die eigenlijk van die deze overdracht eigenlijk afhankelijk kan zijn. Bijvoorbeeld de kenmerken van het gezin zijn heel belangrijk. Uit onderzoek weten we dat vooral gezinnen met laag socio-economische status bijvoorbeeld hebben een verhoogd risico op overdracht. De kenmerken van het kind en van de ouder zijn ook belangrijk. Dus we weten dat meisjes verhoogd risico lopen. Ook dat jongere kinderen, dus die al langer met psychische klachten van hun ouders hebben, te maken hebben, verhoogd risico lopen. En natuurlijk ook dat, ja, als de symptomen van de ouders heel sterk zijn, als ze heel vroeg zijn begonnen, dan heeft dat ook, ja, dan geeft het ook een verhoogd risico op hun kinderen. Maar we zien ook dat relatiekwaliteit ook van belang is. Dus als je goede relaties hebt met vrienden, met romantische partners als jongeren, dan ben je eigenlijk beschermd tegen deze intergenerationele overdracht. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar dat is in het algemeen wat we zien. En we moeten natuurlijk ook altijd, ja, over nadenken. Als we het over van, gezinnen met multiproblematiek hebben, dan is het natuurlijk niet te doen met, ja, misschien met één goede relatie. Dus daar zijn misschien ook nog meer dingen die dan belangrijk zijn. Wat ook nog heel interessant is, is dat het niet alleen maar, zeg maar, die kenmerken van het kind zijn, zoals, ja, of het een meisje is of een jongen, maar ook hoe gevoelig ze eigenlijk zijn voor hun omgeving. En er zijn heel interessante theoretische modellen die laten zien dat er kinderen zijn die gevoeliger zijn, dus die sensitiever reageren op hun omgeving. En kinderen die minder sensitief reageren. En onderzoekers noemen dat wel paardenbloemen en orchideeën. Dus we hebben kinderen die zoals paardenbloemen eigenlijk goed kunnen opgroeien in elke omgeving. En het maakt niet zoveel uit of het echt een slechte omgeving is of een goede omgeving. Maar er zijn ook kinderen die heel gevoelig zijn en heel sensitief zijn. En deze kinderen zijn eigenlijk die, ja, die het meest kunnen profiteren van een heel goede omgeving. Maar ook die, ja, het hoogst risico lopen in een ongunstige omgeving om, ja, psychische klachten te laten zien.
En op dit moment is onderzoek, we zien weer, ja, dat er heel veel onderzoek is die deze effecten laat zien. Ook, dus bijvoorbeeld, dus als, ja, als kinderen in een omgeving opgroeien waar de ouders psychische klachten hebben, dat, ja, dat ze wel, als ze minder gevoelig zijn, dat ze dan ook minder last mee hebben, van hebben. Maar ja, er zijn ook studies die een beetje die andere kant oplopen, die zeggen, nou, eigenlijk is het, als je maar in een negatieve omgeving opgroeit, is het altijd ongunstig voor de ontwikkeling van kinderen. Maar we zien het bij die kinderen die, ja, die bijzonder gevoelig zijn, zien we dat verhoogd. Dus die hebben dan nog een hoger risico om, ja, om klachten te laten zien. Maar het is wel interessant om daar ook, ja, even een beetje over na te denken. Hi Suzanne, ik heb nog eventjes een verhelderende vraag. Mm-hmm. Er wordt inderdaad gesteld in de chat dat er een beetje verwarring is over hoe we het kunnen interpreteren dat als een ouder vlakke of dezelfde emoties heeft, dit meer invloed heeft op de kinderen dan dat ouders onvoorspelbaar en wisselend zijn in emoties. Ja, ja, dat is een heel goede vraag. En dat is, ja, zoals ik zei, dat zijn echt zeg maar de nieuwste resultaten die we hebben. En dat is eigenlijk ook niet wat we hadden verwacht, want we zien ook bijvoorbeeld dat ja, als je zelf heel wisselende emoties hebt, dat je dan de hoogste risico hebt om zelf psychische klachten te laten zien. En bij ouders lijken we dat niet te zien. Ja, ik denk dat we moeten natuurlijk ook altijd kijken hoe we daarna hebben gekeken. Dus het zit nu alles in één grote model. Dus daar komt dan, zeg maar, uit, ja, waar we de grootste effecten vinden. En ik denk dat we daar de grootste effecten voor de gelijkblijvende emoties vinden. Omdat het in een, ja, dat het eigenlijk een voorspelbare omgeving is. Maar dat kinderen eigenlijk dan niet kunnen leren hoe ze flexibel op verschillende situaties kunnen reageren. Dus wat je ziet is, bijvoorbeeld als je ouder de hele tijd, zeg maar, dezelfde emotie hebt. Je weet niet, oké, wat moet ik doen als een positieve situatie is? Of hoe reageer ik als een negatieve situatie is? Want de ouders zijn natuurlijk ook die die eigenlijk emotie of, ja, het omgaan met verschillende situaties proberen een beetje te socialiseren. En dat gaat dan op dit moment mis. En ik denk ook dat we deze grote effecten zien, is omdat we natuurlijk weten dat vooral depressie bij ouders heel grote effecten laat zien bij hun kinderen. Dat zijn ook meestal, als we naar verschillende problematiek van ouders kijken, zijn dat ook de ouders, ja, zijn het eigenlijk de grootste groep. Die depressieve ouders, en dat die laten deze patronen zien. Dus heel veel ja, gelijkblijvende emoties eigenlijk. En dan daarmee dan ook te maken met eigenlijk, ja, niet in staat zijn om op de behoeften van de kinderen te kunnen reageren. En eigenlijk emotioneel ook echt niet aanwezig te zijn. Dus ik denk dat het dat een beetje is. Dankjewel voor deze toelichting, Suzanne. Oké. We kunnen daar heel, ja, ik zou daar heel graag nog ook verder over praten in de vragenuurtje. Het is heel interessant. We moeten daar natuurlijk ook nog meer onderzoek naar doen. Om te kijken of we dat echt bij iedereen gaan zien. Maar dat zijn niet de eerste. Nou, en nu, heel kort nog. Wat ik nog wilde zeggen is dat we, ja, dat die interacties met ouders en kinderen dus heel belangrijk zijn. Dus hier kunnen we ook echt steunen. Maar het is niet alleen, of het hoeft niet altijd dat we die interacties tussen de, ja, ouder met de psychische klachten en de kinderen moeten verbeteren. Maar we zien ook in een onderzoek terug dat sociale steun ook van andere ouders of volwassenen kan komen. Dus bijvoorbeeld met een heel goede relatie met een gezonde ouder,
kunnen we kinderen ook beschermen. Of met een heel goede relatie, met een mentor bijvoorbeeld. Of iemand, een andere volwassene. Maar het is heel belangrijk dat we niet alleen maar denken, oké, als we nu de relaties tussen ouder en kind verbeteren, dan hebben we alles gedaan en dan komt het goed en dan hebben we geen overdracht. Helaas is het niet zo, zo makkelijk. Want we moeten natuurlijk ook altijd kijken, waar is de hulp echt nodig? En is het nu echt, zijn het nu echt gelijkenissen of is het echt overdracht die we kunnen zien? Want stel bijvoorbeeld dat een ouder depressief is en we in staat zijn om die interacties tussen ouders en kinderen te verbeteren, kan het natuurlijk nog steeds zijn dat de ouder wel weer zelf in de oude patronen teruggaat en dat dan weer een negatieve effect heeft op de interacties. Dus we moeten echt op verschillende levels, op verschillende niveaus proberen te helpen en te steunen. En een beetje kijken, wat is eigenlijk het hoofdprobleem? En ik ga er nu niet verder in qua tijd, maar er is ook heel interessant een nieuw onderzoek over, die eigenlijk kijken, oké, wat gebeurt er eigenlijk binnen het gezin? En waar is de punt waar we echt moeten, moeten op ingaan? En als we echt die hoofdpunt vinden, dat dan eigenlijk positieve effecten voor al die andere interacties bijvoorbeeld heeft. En al die andere dingen die daar nog een rol spelen. Voordat ik het woord weer aan Isabel overgeef. Wilde ik nog zeggen dat er al heel veel interessante ideeën zijn hoe zo'n aanpak kan uitzien. Dus hoe we eigenlijk overdracht kunnen doorbreken. Maar belangrijk hier is vooral dat we altijd naar alle generaties kijken. Dus we moeten wel kijken, wat zijn de problemen van de ouder? Dus bijvoorbeeld als werknemer of als persoon met psychische klachten, maar ook als ouder natuurlijk zelf. Dus hoe kunnen we hier steunen? Hoe kunnen we de kinderen steunen die misschien al met problemen te maken hebben, met eigen problemen? En hoe kunnen we hun steunen vooral ook om met uitzicht op de volgende generatie. Dus we moeten natuurlijk ook altijd aan denken dat zij weer de volgende generatie gaan opvoeden. Dus als we nu helpen, dus echt proactief, voordat ze eigenlijk zelf problemen hebben, dan hebben we weer kans ook bij de derde generatie aan te pakken voordat er echt problemen kunnen oplopen. En dat in het heel kort. En als je hier echt geïnteresseerd bent, daar is een heel mooie paper over. Ik heb hem hier ook ingezet. Waar ze een beetje meer over ingaan, over hoe zo'n aanpak eigenlijk kan uitzien. Nou, dit wil ik niet meer zeggen. Super. Ik geef over aan Isabel. Ja, dankjewel Suzanne. Nou, volgens mij is er nog heel veel stof wat we mooi tijdens de vragenuurtjes echt nog dieper op in kunnen gaan. Ik zie ook de vragen in de chat. En dan wil ik nu nog een klein momentje nemen om even die vertaalslag naar de praktijk ook proberen te maken. Van hoe gaan we dat dan eigenlijk doorbreken met elkaar? Wat we nu in ieder geval een stukje van Suzanne hebben gehoord. Hoe ga je dan als professional hier mee om? En ik wil jullie graag wat handvaten bieden. Het begint natuurlijk bij eerst het signaleren. En dat is misschien een opdracht wel voor ons allemaal als professional. Maar het is eigenlijk ook meer een maatschappelijke opdracht. Want ook gewoon als burger. Hè. Ik heb al onderwijs gezien, docenten die worden betrokken. Maar het kan ook gewoon een buurvrouw zijn of een familielid. Dan is het zaak dat er een grondige analyse wordt gedaan. Dus er doet zich misschien één probleem voor. Maar wat zit er allemaal nog meer achter bij dat gezin? Wat speelt er nog meer? En wat Suzanne zei, dat je echt kan komen tot een bepaald kernprobleem. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn als we daar naartoe kunnen werken. Het opstellen van een gezinsplan. Dus daar gaat het echt bij één vaste begeleider proberen te vinden voor de coördinatie die het netwerk betrekt. Maar ook de hulpverleners en betrokken instanties ondersteunt bij het opstellen van een gezamenlijk plan. Wat echt zorgt voor samenhang, structuur en echt een integraal plan leidt. En dan gaat het over naar de ondersteuning en die soms ook lang blijven bieden.
ja, hoe bied je die ondersteuning? Dus dit zijn voor sommige mensen echt open deuren. Maar ik wil het wel nog eens benadrukken en blijven herhalen dat we dit continu met elkaar hier de focus op blijven leggen. Ik ga er een paar even uitlichten, hè, dat het zo helpend kan zijn als het gewoon in de leefomgeving van het gezin wordt ondersteund. Het gezin staat altijd centraal, alle familieleden worden betrokken. Het sociale netwerk kan een belangrijke rol spelen, wat Suzanne net ook al zei. Al is het soms de ouder zonder psychische problemen, maar het kan ook nog groter van het sociale netwerk nog andere betrokkenen zijn. En al juist omdat er verschillende problematiek is, ook het inzet van verschillende soorten interventies. En ook het samenwerken. Dus dat is eigenlijk echt de integrale aanpak, hè? Heb een brede blik, dus kijk ook voorbij jouw domein. Bieden zich problemen aan in de schuldenproblematiek. Vergeet niet dat er nog een aantal leefdomeinen zijn en betrek die professionals ook. Betrek die collega's en ga samen een gezamenlijk plan opstellen. Wat dan wel belangrijk is, is dat er een individuele regiehouder is. Omdat gezinnen echt teruggeven, als dat er niet is, dan weet ik eigenlijk niet meer met wie ik kan sparren, wie er allemaal betrokken bij zijn. Dus dat is wel altijd een belangrijk punt daarbij. Zo heb je ook wel het wrap-around care model. Dat is een werkwijze die echt op maat wordt gemaakt. Die gaat uit van de kracht van het gezin zelf. Dus het gezin geeft ook aan welke zorg en dienstverlening ze eigenlijk nodig denken te hebben. En de informele zorg en de formele zorg worden ook echt gecombineerd. Daarin met één coördinator, idealiter ook één cliëntsysteem en één gezamenlijk plan. En ik kan dat wel zeggen en ik begrijp ook heel goed dat daar echt heel wat uitdagingen bij komen kijken. Maar als dat is de aanpak waar we in ieder geval met z'n allen naar proberen te streven, dan kan dat al een verschil betekenen. En als je het dan hebt ook, hè, als je echt aan de slag wil gaan met bepaalde interventies, richt je dan dus ook op verschillende soorten interventies. Dus je hebt aanpakken die meer echt voor het hele gezin worden ingezet, waar we echt specifiek naar bepaald, bijvoorbeeld gedragsproblematiek bij kinderen of crimineel gedrag wordt gefocust. Maar bied daarnaast bijvoorbeeld dan ook een ouderinterventie aan. Of juist specifiek voor wat preventievere klachten bij kinderen die opgroeien in stressvolle situaties, omdat hun ouders psychische of verslavingsproblematiek hebben. Of de sociale steun, de jou ingebrachte mentor, waarbij iemand uit het eigen sociale netwerk eigenlijk een mentor aanstelt. Waar vind je deze kennis? Er zijn heel veel kennispartners die dit in richtlijnen, databanken, allemaal proberen te verzamelen. Dus bekijk dat ook, dat wil ik jullie echt meegeven. Laten we er nu niet te lang bij stilstaan, maar dit krijgen jullie natuurlijk nagestuurd. Dus ook als je verder wil lezen, nog verdieping over de intergenerationele overdracht of het integraal samenwerken op sociaal domein, staan er platformen waar je bij aan kan sluiten. Dus dat wil ik jullie aanmoedigen. Staat er die literatuurlijst van mij ook nog niet bij. Maar die ga ik daar ook nog inzetten. En ook nog een aantal van de studies die ik had ook meesturen. Ja, heel goed. Laten we dat doen. Christel, jij hebt ook nog even een moment nodig voor de evaluatie. Dus ik laat even de take-home message zien. Heb oog voor de hele gezinssituatie. Gebruik die brede blik. Werkzame, integrale stuk en let dus echt op het belang van de ouder-kind relatie en dus misschien dus ook wel niet helemaal de overdracht. Ik denk dat ik het hier even bij ga laten, hè. Dan ga ik jou het woord geven. Yes, dankjewel. Dank jullie wel, Suzanne en Isabel, voor deze mooie presentatie voor vandaag. Er zijn heel veel vragen binnengekomen in de chat. We gaan ze inderdaad bundelen en we gaan daar zo goed mogelijk antwoord op geven in de vragenuurtjes. Er zijn ook wat vragen die we een beetje kunnen categoriseren daarin. Dus we gaan ons uiterste best doen. Ik wil jullie vragen om, voordat jullie uit de chat hieruit gaan, nog even de vragen in te vullen, zodat wij dit deze mooie evaluatie voort kunnen zetten. Daarmee stop ik de webinar. Kunnen jullie hem invullen? We kunnen er niet meer terugkomen. Dus heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid allemaal.